Gelukkig hangt de liefde in de buurt. Gelukkig hangt de liefde in de buurt. Hey, hallo, wat zit u lekker hier? Ik ben Siep. Siep van de Biep. Wat zegt u? Ik ben Riet. Riet? Ja. Siep en Riet. Ja. Oh, mooi duo. Ja, ja, zeker. Wat bent u aan het doen eigenlijk hier in de Biep? Nou, ik heb boeken uitgezocht. En ga ik meestal een kopje thee of koffie drinken met zo'n heerlijke vers gebakken gevulde koek erbij. Is dat een aanrader, die gevulde koek hier? Ja, ja, die zijn, volgens mij worden ze hier vers gemaakt hoor. Dat is echt lekker, ja. U heeft hem al op? Ik heb hem op, ja. Hoezo biedt u me nog een aan dan? Ja, ja, ja. Wilt u nog iets? Wilt u nog een kopje koffie of zoiets? Zal ik even wat halen voor je? Cappuccino vind ik wel lekker. Komt eraan, haal ik even op, ja? Komt eraan. Hallo, ik ben net getipt. Die gevulde koeken schijnen super lekker te zijn. Hé, hey, mevrouw Riet, u had cappuccino besteld. Ja. En een lekkere gevulde koek. Hey, en ja, er is in de Biep natuurlijk van alles te doen, ook behalve gewoon boeken lenen. Ja. Gebruik je de Biep ook nog wel voor andere dingen? Nou, ik kijk altijd wel wat voor soort workshops of lezingen er zijn. Ik ben wel eens naar een lezing geweest, ja. Ik kijk altijd wel in die folders, zeg maar, wat er is te doen. En ja, onderwijs, cultuur, eten, drinken, voeding, echt ja, best veel te doen, hoor. En het is ook een ontmoetingsplek, hè? Hm? Het is ook een ontmoetingsplek. Ontmoetingsplek, ja. Nu hebben wij hier wel ons. Ja, dat is waar. We hebben hier een soort date. Ja. Oké. Okay. Met een kopje koffie erbij. Ja. Dan gaat hij dan monteren ze er zo'n hartje omheen straks. Ja, ja, ja. Date met je oma. Ja, dat is gezellig, toch? Ik denk dat je er niet zo oud zullen zien. Oh, ja.